Lindsay de Vilder en Giel Hesters, de leiders na de eerste dag van de woning zesdaagse. Lekker begin toch? Ja, absoluut. Het is een heel mooi begin, maar het is natuurlijk nog 5 dagen, jammer genoeg. Maar ja, ik denk dat we vandaag wel getoond hebben aan de rest, dat we in orde zijn. Maar dat kan ook een nadeel worden natuurlijk. Hey, het leek erop dat Heijnen en Hoppenzak de leiding zouden nemen de eerste dag. Is het toch lekker dat je in de laatste koers dat toch nog die leiding pakt? Ja, ik had het gevoel dat we een beetje geviseerd werden in de grote jacht, de woning XL. En zij konden daar gebruik van maken, namen een bonusronde op ons. Dus we moesten eigenlijk de 100 punten overschrijden om terug op gelijke hoogte te komen. En ja, die afvalling, dat laatste nummer, is wel iets dat mij goed ligt. Dus ja, we zijn blij dat we toch nog die sprong kunnen maken hebben naar de leiding op het einde. Lindsay, jij komt hier met een overwinning uit Gent naartoe, met Robbe Gijs daar. Van Schip en Havik natuurlijk daar de te kloppen mannen. Wordt dat hier ook zo? Ja, zeker. Dat is een ploeg dat je altijd rekening mee moet houden. Ze zijn wereldkampioen voor iets. Ik denk Kloeg en Reinhardt, dat is ook nog wel een ploeg dat ik rekening mee houd. En natuurlijk Heijnen Hoppenzak. Ze hebben in Gent ook samen gereden. Ik denk daar een beetje gerodeerd. En vandaag kwamen ze wel al heel sterk uit de hoek. Dus ik denk dat we veel ploegen in de gaten te houden hebben. Het is nog niet verdedigend rijden, dus Joe. Nee, zeker niet. Zes dagen lang volle bak. Dus na 1 dag is het moeilijk om een balans op te maken. Maar het is natuurlijk leuk om goed te starten. Want het is toch goed voor de moraal om hier aan de leiding te staan.